Hey lieve mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben met Roos. Roos. En wij gaan vandaag vintage shoppen en we gaan home en kleding doen. En Romana gaat alles aan me leren, want ik kan het niet. Jawel, ik weet wedden dat zij zoveel meer dan ik ga kopen. Ja, als jij het voor me gaat zoeken. Oké. Okay. Ja, dus dat gaan we doen. We zijn nu in Dordrecht bij Opnieuw & Co. En ik ben echt heel benieuwd, want het is heel groot. Ja, op de plaatjes zag het er groot uit, maar we weten het niet. Ja, we weten het niet. Nee, zo gaan jongens, kijk even hoe groot het is. Oh, mijn hemel. Kijk, dit is allemaal kleding. Ik moet echt Roos niet kwijtraken. Roos? Roos? Oh my god, ik was je al bijna kwijt. I can't. Ik sowieso Colbert en ik heb nu deze. Maar ik ben bang dat hij te groot is. Roos zegt van niet, maar hè, we shall see. En deze is maar 6 euro. Look how pretty. Kom. Ik weet, ja. Kijk, weet je, vaak moet je het passen en dan denk je, dat, oh my god, dat is fucking leuk. Ik denk fout. Ik denk dat het niet leuk. Nee. Jongens, we hebben een karretje gevonden, want dit gaat dan, we merken al dat het niet goed gaat. Nee, anders, zonder. Niet al te veel. Nou, is dit iets voor je? Oh, leuk! Maar kijk hoe cute dit is. Perfect. Dit is echt wel merk hoor. Ja, hè? Ja. Je moet echt gewoon heel zoeken. En heb jij iets wat je wil vinden vandaag? Ik vind altijd juist van die leuke truien. Met een beetje Adidas. Oh ja, ik weet niet of dat hier. Of dat hier. Als ik dat vind, dan denk ik echt. Oh my god. Broek voor 3 euro. Ik denk niet dat het hier is. Ik geloof. Misschien daarachter verder. Ja, maar misschien, soms denk je wel dat ze er dan niet zoveel verstand van hebben. Nope. En dan denk je opeens. Dit ook. Oeh. Kijk, ik had dus dit. En ik weet niet, is het misschien. Ik weet niet. In high-waisted? Als je het in high-waist zou doen? Kan het echt best wel leuk zijn. Ja, toch? Ja. Doe, nee. Oh, oké. Okay. Doe maar in de mand. Hoeveel is die? 3 euro. Nou, jongens. Woep. Keep going. Yes, en we zijn echt. We hebben nog maar 3 rekken gehad. Ja. Woe. Maar dit skippen we, hè? Ja, ja. En dit ook. Oké, okay, en de. Ik vind het deze. En het is echt zo'n suede stof. Maar kijk, of dit kan heel grandma zijn, of echt leuk. Ik denk dat jij het wel kan rocken. Nee. Maar wat voor stof is dit? Suede. Nee, dit is geen suede. Ish. Ja, want kijk, dit is gewoon glad. Het voelt als suede. Het voelt wel als suede. Oké, nou. Gewoon passen. Gewoon passen. Nu moet twinnen. Kijk, we twinnen. Maar letterlijk. Maar ja. Ik vind het de best. Dit. En toen dacht ik natuurlijk gelijk aan een mee. En ik wilde heel erg facetimen of ze het echt leuk vinden ook niet voor niks meeneem. En het is maar 2 euro. Dus om de prijs gaat het sowieso even niet, maar... Hallo? Hoi, even heel kleine vraagje. Ja. Dingetje. Ik ben in de kringloop. Zeg even hoi tegen de vlog. Hi. En ik vind dit. En ik dacht gelijk, en ik moet hem echt kopen, maar ik weet niet of je het leuk vindt. Wacht. Hoe cute is deze? Cute. Weet je wat die kost? Nee. Raad even. Als ik dan raad, dan ga ik gek. 5 euro of zo? Hoeveel? 5? Als je zo raar zegt, als je zo moet raden. Hij is 1,95. Waar ben jij? In Dordrecht. We zijn in Dordrecht. Oh my god. Hoi trouwens. Hi. Wil je nou? Dan neem ik hem mee. Oké, okay, nou M, die gaat erin. Oké. Okay. Nou, je lijkt op een juffrouw. Die staat je op, bent een juffrouw. Maar die staat. Oh mijn god, maar deze heeft. Sterkte. Ja, deze heeft sterkte. Deze. Maar deze staat nog wel cute. Zeg maar. Ja! Maar kijk hoe ik er nu uitzie. Oh, wow. Wow. Je bent echt heel klein. Maar letterlijk zeg maar. Het staat je wel. Je bent hier en met die bril ben je echt hier. Dit gaat echt leuk worden. Dank je wel. Je rokt dit, terwijl het gewoon echt lelijk is. Hoe dan? Nou, ik vind het je best cute staan om eerlijk te zijn. Nee, je lijkt een beetje moffel en piertje.
Hij staat verder gewoon hier gewoon lekker flowy, zeg maar, leuk los. Ja, alleen de shoulder pads, hè, die moeten eruit. Ja, die gaan we eruit slopen. Dat maar moet echt, hè? Hij staat je oprecht echt heel leuk. Ja, hè? Want dit is precies wat ik zocht. Ik zocht een wat grotere. Maar aan de achterkant is hij zeg maar groot, maar heel flowy, waardoor het zeg maar niet lelijk groot is. Pas bij mijn outfit. Het is gewoon wat ik nu aan heb. Gewoon... Ja, het staat je... Ja. En dit gaat er dus uit. Ja, dat gaan we eruit slopen bij mij. Hij was... 6 euro. Oh, en we moeten nog even kijken. Oh ja, dat merk. Ik heb nu deze blouse aan. En ik ben niet echt een blouse mens. Maar ik vind het wel... Het is wel een mooie blouse, zeg maar. Maar zeg maar, als ik het nu met zie, staat het hier een beetje gek. Ja, omdat ik hem in mijn broek heb gedaan. Nee, maar en dan je hand weg. En dan van de zijkant. Kijk, kijk. Dat is gek, snap je? Ja, het is ook deze. Zeg maar, ik zou het niet in deze broek doen. Ik vind zwart-wit sowieso een beetje. In een jeans. In een jeans of in. Je weet al die geruiten, zeg maar, met bruin. Kijk, dat hij is zeg maar zo. Maar ik voel me een beetje dun erin. Dat heb ik altijd met blouses. Oké. Zo zie je hem nog beter. Ik heb hem hier nu geknoopt. En ik dacht dan aan met die geblokte broek, die bruine. Want ik vind hem wel verder. Hij sluit heel mooi aan. Hij is niet zo groot wat ik wel altijd heb. Dus ja. Ik heb nu dit aan. En ik vind het heel leuk. Maar in dit licht is de kleur mooier. En ik voel me echt een grandmother in. Want verder is het een beetje weird. De stof is ook zo ja, weird. Het is een soort van suede-ish. Maar als ik nu naar het licht ga, yeah, you don't want to see that. Op de camera lijk je ook wel een beetje een grandma. Maar het model staat je wel goed. Dat is het ding. I can't. Ik krijg geen benauwd. Oh my god. Nee, nu het echt te los. Bam, woe. Ja, dat is vrij sexy. Heel de achterkant is ook al zo, yo. Wat heb je aan? Ik snap wel wat je bedoelt. Je kent die tops die je kunnen. Maar dat zijn volgens mij gewoon speciale. Oké, ik heb nu de mannen trui aan. Ik vind hem wel leuk. Roos gaat me echt haten. Letterlijk alles. Maar ik denk dat de kleur een beetje gedragen. Ik heb precies zo'n trui. Maar niet van deze stof, maar wel. Ja, ik vind hem een beetje wel. Hij staat je goed, maar je hebt er een in deze kleur en die staat je. Beter. Maar ik vind. Ik heb een rozere kleur. You look pretty. No, super. Thank you. Nee, ja, weet je wat het is? Ik denk dat ik deze niet doe, want ik heb inderdaad al zoiets. Maar ik vind wel de crew neck super mooi. En deze was maar 4 euro of zo. Ja, nee, weet ik niet. Kijk even voor. 4,50. Ja, dat is echt niet veel, jongens. Dus ik heb uiteindelijk deze twee dingen. Ik denk dat ik die blouse dan doe. Die is maar 3,95. En de blazer. Oké, we gaan nu home doen. Oh, wacht, dit is ook nog voor mij. Jij gaat ook echt met een Louis, ga jij kringloop in. Ja hoor. Hoe is zo'n grote dag dan? Een gold. Wat was dit ook op zitten? Ja, is best mooi. Deze staat gewoon letterlijk foto in voor iemand. Oh my god, het is echt eng. Hij lijkt echt op van Sean het schaap, toch? Die, nee, Wallace en Gromit. Wat is dat? Ja, okay, als mensen dit kennen. Ja, hij lijkt erop. Dit ken jij zeker. Ja, vet cute. Ja, wat doe je hiermee? Koffiemelk. Maar ja, hoe vaak komt iemand binnen? Maar dit is wel echt cute hoor. Kijk. Ja, wat is dat? Huh? Wat is dit? Oh, schuurt je dit zo dan? En dan? Wat is dit? Bloempot? Huh? Als dit gewoon een bakje was. Maar ja, nu kan je er niks in doen. Dit vind, zo'n blik, ja. Vind ik wel cool, maar ja. Hier heb je ook nog suiker. Je hebt er echt veel soorten. Wat zo. Maar hoort dit? Dit? Nee, hier zat een heel patroontje op. Oh, roos van net dit. Ja. En als ik maar even imagine, dit schuur je en verf je zwart. Oh, dit is toch waar je drank en zo op zet? Ja, een barcard. 32 vintage. Echt. Maar dit is echt vintage hoor. Dit zie je echt nergens. Ik heb dit soort dingen dus in mijn badkamer. Nou ja, meer die. Want ik zoek nog wel bakkies. Maar. I don't see it. Een bakje of een mandje? Deze is wel heel mooi. Deze is wel echt mooi voor kwasten en zo. Moet je kijken hoe mooi deze is. Oh ja, die is wel echt heel mooi. Maar... 50 centen. Voor chippies. Hey, ik kom bij jouw chippies eten. Ik kom bij mijn chippies eten. Ja.
Je kan nooit genoeg bakjes hebben, jongens. Echt niet. Dat is echt een ding. Hier. Kijk, als ik chips kom eten, wil ik dames chips. Oh ja, doe die. Kom, die komt ze aan. Hallo. Roos vindt net deze spiegel. Het is so pretty. Kijk dit. Love it. En het is maar 1,25. Wow, hoeveel kost dit? Oké, ga erop. 35 euro. Dat is een bier. Zie je jou al midden in je woonkamer? Jawel, ja. Het gaat echt in slow motion. Alsof je in slow motion. Alsof het een. Oké, Ro. Bye, ik laat je ook zien zo. Look how beautiful. Oh, en deze dan in de hoek erbij, Ro. Oeh. Alleen gewoon die kap eraf. Ja. En dan heb je echt mooi, hè? Gewoon, dit is maar 8 euro. Gewoon kap eraf en dan heb je dit. Beautiful. Jongens, we zijn geslacht. Met dit. Oh, ik moet nog vertellen. Ik ga het in de auto vertellen. Wat ga je vertellen? Van de witte blouse. Zoals jullie zagen, heb ik de witte blouse niet gekocht. En ik baalde echt super erg. Want Roos, kijk zeg maar bij de. Het was echt heel vies bij de oksels. Bij de oksels. Of er geen vlek was. En er waren gewoon twee gele vlekken. En ja. We were disgusted. Dus En die vrouw achter ons in de rij, die zei ook, als je dit nu aandoet, dan ruik je het zweet van de benen van het shirt. Eww. Nee, het is echt beter dat je niet hebt. Nee, dus we hebben het niet gekocht. Maar ik vind het wel jammer, ik stop dan. Ja. Maar ja, dus ik heb nu, alles wat je net zag, was voor 9,95. Nee. 9,45. Dus. Oké, lieve mensen, ik ben weer thuis en ik wilde jullie even laten zien dat Roos de Colbert een beetje heeft vermaakt, zeg maar. Ze heeft die pads heeft eruit gehaald, dus nu is het nog steeds een beetje zo, maar het is niet meer zo. En I freaking love it. Ik vind het zo leuk hoe dat jullie het een beetje kunnen zien, want het is natuurlijk zwart op zwart. Maar hij is dus zeg maar oversized nu. Even een tasje erbij gedaan. En oh my god, I love it. Dit is echt precies wat ik zocht. Want ik vind het dus echt super mooi als het een beetje hier wat oversized ervan. Want dan is het een beetje meer fashionable, vind ik. En hij was dus maar 5 euro of 6 euro. I don't know. En ik vind de knoopjes ook echt super mooi. Ik ben echt zo blij dat Roos me heeft, zeg maar, vermaakt. Want, oh my god, I love it. I love it. Thank you, Roos. Oké, guys. Ik ga hierbij ook de video afsluiten. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Laat hieronder achter naar welke vintage shop ik volgende keer moet. Oké, en dan zie ik jullie later.